uitvallers heeft dan Van der Poel. Als Van Aken kan hem misschien nog tegenzitten. En dan ja, de fameuze strijd voor de wereldkampioenschap. Maar al de rest kan nog. Ja, dus goed langs. Van Sint-Niklaas daar. Ja. Beter loopt. Boer, het is zand. Je mag het formuleren als een zandkroon. Die maar 10 eigenlijk mogen dromen. Het is de 10e editie, hè. Als je weet hoe dat die hier al geknokt en gezwoegd hebben. Bloed, zweet en tranen.
Lachen. Lang wird sie genesten. Stark! Komm so, komm so! Komm so, komm so, komm so! Stark! Hvad kan Valle i gods? Jeg vil gerne have dem med. Og så har jeg jo en, hvor står han? Mikkel, en kammerat, der faktisk arbejder dernede. Nå. Så der var ligesom en insider, og så tænkte jeg, de har alligevel noget, som enhver rytter gerne vil eje. Is de plek op het podium? Niet zo belangrijk. Ik houd alles staat in de ruwbouw en ik hoop ergens in de zomer of in de late zomer klaar te zijn met het hele complex en dan kunnen we de kinderen hier op een veilige manier. Hele vraag: heb jij middernacht gehaald? Nee, ik heb om 11 uur wijselijk besloten om naar huis te gaan en. 11:30 ben ik in slaap gevallen, dus rustig een avond gehad. Geen vuurwerk? Ik heb het in de verte nog wel wat gehoord, maar het is aan mij voorbij gegaan. Er was wel vuurwerk? Ja, er waren heel veel akkefietjes, waaronder ik zelf niet bij te pas kwam. Ik heb ze zien slaan, ik heb ze zien vechten tijdens de koers. Het was redelijk agressief. En je krijgt altijd wel hectische toestanden als het zo snel is. Pelotonvorming, de ene die de ander al eens een duwtje geeft. Traditionele vraag, heb jij middernacht gehaald? Nee, ik heb om 11 uur wijselijk besloten om naar huis te gaan en 11:30 ben ik in slaap gevallen, dus rustig een avond gehad. Geen vuurwerk? Ik heb het in de verte nog wel wat gehoord, maar veel akkefietjes waaronder ik zelf niet bij te pas kwam. Ik heb ze zien slaan, ik heb ze zien vechten tijdens de koers, het was redelijk agressief. En je krijgt altijd wel hectische toestanden als het zo snel is, pelotonvorming, de ene die de ander al eens...
Er was wel vuurwerk een paar dagen geleden in Bredene. Wat is daar eigenlijk allemaal onderweg gebeurd? Ja, er waren heel veel akkevietjes, waaronder ik zelf niet bij te pas kwam. Ik heb ze zien slaan, ik heb ze zien vechten tijdens de koers. Het was redelijk agressief. Hoe belangrijk is de plek op het podium? Niet zo belangrijk. Heb jij middernacht gehaald? Nee, ik heb om 11 uur wijselijk besloten om naar huis te gaan. En half 12 ben ik in slaap gevallen. Dus, Hoe belangrijk is de plek op het podium? Ja, ik vind het eigenlijk wel geslaagd. Het is een heel frisse tenue eigenlijk. Helemaal iets anders dan de vorige. En met het groen erbij is het toch meer jeugdduur, vind ik. En ik vind het een mooie trui. Je rijdt nu met dezelfde hoofdsponsor als Van Nys. Ja, dat is inderdaad iets speciaals. En, ja, voor 1 januari heb ik heel vaak de vraag gekregen of ik dan ploegmaat werd.